Er is kermis. Overal branden lampjes en zijn mensen vrolijk. Christophe ook. Al die lampjes. En ze draaien ook nog eens. Maar als die lampjes draaien, hoe komt de stroom er dan bij? Christophe wil het ook proberen en heeft een model gebouwd. De lampjes branden. Maar dat is logisch. Als hij de lampjes laat draaien, dan wikkelt de draad om de pijp. Dat gaat niet lang goed. Maar hoe gaat dat dan toch? Op de kermis draait ook alles. Hoe komt de stroom in al die vele lampen? Vragen dan maar. Christophe stelt zijn vraag. De kermisman wil graag helpen, maar niet vanavond. Nu willen veel mensen de attractie in. Christophe zal morgen vroeg terugkomen. De volgende morgen is het nog rustig op de kermis. En Christophe is nog steeds benieuwd hoe het werkt met de stroom en de draaiende lichtjes. Nu heeft de kermisman tijd voor hem. Hierin zit het geheim. Een zuil met allemaal metalen ringen. En daarlangs glijden andere metalen stukken. Maak wat maar aan. Dat zie je natuurlijk beter als de machine draait. De zuil met metalen ringen blijft staan. En de metalen uitsteeksels, die schuiven er langs. Zo ziet het er van onder uit. Veel kabels en veel lampen. En door de metalen ringen wordt de stroom doorgegeven. Dit heeft Christophe nu ook nagebouwd. Zodra de metalen elkaar aanraken, gaat de stroom lopen en gaan de lichtjes aan. Dat is een prima uitvinding, toch? Model. En de kermis. Zo, luik weer dicht. De lijsten met lichtjes erop. En dan natuurlijk de stekker erin. De onderste stekker is voor de hartjes. En nu zelf rondjes draaien. Helemaal alleen. En zelfs als het heel snel gaat, blijven de lichtjes nog branden. Christophe is ook weer blij dat hij eruit mag. Oeps, beetje duizelig. Maar wel heel leuk bedacht, al die draaiende lichtjes.